Toon, vroeger het schilderen als beroep en nu het schilderen als hobby. In je beroep als schilder was je aan het werk door een kleur op een oppervlak aan te brengen om te decoreren of om het te beschermen. We kennen dat als verven of schilderen. Als het gaat om kunst wordt alleen het woord schilderen gebruikt. Wist jij van jezelf dat je die artistieke kant had? Ja, een klein beetje. Want vroeger, toen ik een jaar of 8, 9 was, toen zat er al een klein beetje in. En ja, zo is het gekomen toen. Dit zijn rode uien. Kijk, en, het is zo gelegen aan die laatste gewone uien. En hier zitten ook van die gewone uien in. En dit zijn de bessen. Maar als ik begin, zit ik altijd een kruisje zo. En dan het middenpunt pakken. Dat de schilderijen, wat ik zeg, mooi in het midden zitten. Gewoon op de linnen met de olieverf. Kijk, en dat brengt ook mooie glans op, hè? Olieverf. Maar ja, net als olieverf, er moet ook weer een laagje vernis over. Om de mooiheid te krijgen. Hè? Want je krijgt, als je gewoon olieverf hebt, dan krijg je matte plekken erin. Eén zit een beetje dikker op als de andere. En daarom krijg je, en als je een vernis, dan krijg je een mooie, mooie glans op. Kunst. Ja, het is zo gelegen als er iets daar staat om na te schilderen, of het is zo gelegen als een beeld of zo kunt maken, dat noem ik allemaal kunst. Dit is een uil omdat ik een keer op het plaatje zag staan. Ik dacht, nou, dat is een mooie uil, die zal ik ook eens naschilderen. Nou, en het is mij toch heel aardig gelukt. En, ja, en dit is ook met olieverf en zo allemaal gedaan. Nou, en ja, je moet maar op een idee komen. Hè? Ja, mijn energie, hè? Daar steekt men in. Dan kan ik me een hele avond aan zitten schilderen en zo. Een landschapje uit Oostenrijk. Met die bergen op de achtergrond. Nou, een huisje daar met stenen daaraan. Daarachter een paar boompjes zo. En dat is met, ook met olieverf gemaakt. En zodoende. Heb je dat er ter plaatse geschilderd of is dat van een foto of iets dergelijks? Dit is van een foto. Want ja, op zoiets, ja. Dat zien we zo in Zwitserland niet zo, maar op een foto komt het veel mooier van de dag. Hè? Ja, dat heeft met naam te maken. Hè? Ja. Degene die veel geschilderd heeft. En het is zo gelegen, als je niet meer bent op aarde, dan zijn de schilderijen veel waard. Nee, dit is geen olieverf, dat is gewoon op krijt gemaakt. Er moet ook speciaal papier voor hebben. Nou, en dan kun je naar mijn krijt en dan kun je mooi uitbalanceren met een watje. En dan gaan we van licht naar donker. En dan kun je mooi figuurtjes van maken. Hè? Licht en donker zo, dat is heel aardig dan. Maar dat is weer iets aparts met krijt. En dat is toch wel moeilijker als met olieverf, hoor. Nee. Wel zo af en toe zo, en dan maak ik wel een paar schilderijen zo weer. En dat doe ik meestal in de winter. En dan kan ik de hele winter zo doorbrengen. Ik zag zo een keer een paar schoenen liggen. En toen dacht ik, ik leg ze eens op tafel. En toen dacht ik, ja, ze moeten een borstel erbij en een schoenpoets en zo allemaal. Die heb ik erbij gelegd zo. Maar toen dacht ik, ik moet ook iets op de achtergrond hebben, een doekje of zo. Toen zag ik daar een rode doek met zwarte dingen eraan. Ik dacht, nou, dan leg ik een beetje onder. Nou, en zo komt het resultaat vandaan. Dit is ook olieverf? Dit is geen olieverf. Dit is acrylverf. En wat is het verschil met olieverf en acrylverf? Nou, dat is met water. Kun je dat aanmaken. En olieverf,
dat kun je niet aanmaken met water. Dat moet je met een klein beetje, met terpentine, kun je dat een beetje verdunnen. Ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik doe graag ook bloemen schilderen en paarden en ja, al bij hem voor me komen. En een schoen, laat zeggen, kan ik ook schilderen. Net als paardjes schilderen, dat vind ik ook heel aardig. Maar dat moet je toch wel een beetje kunnen, want ik heb al een paar keer gehad dat ik het opnieuw moest doen. Want net als die lijn en het hoofd en zo allemaal. En de voeten en zo allemaal, de benen. Dus dat moet een klein beetje passen bij het paard zo allemaal. Hè. Ja. Dus je kunt slecht grote voeten doen aan een klein paardje. Ja. Dat gaat natuurlijk niet. Dus de verhoudingen van die paarden, dat is het meest lastige? Ja, dat is het lastige wat je kunt hebben. Nou, ik gebruik olieverf en ook acrylverf. Maar het is zo gelegen, nou gaat voor het heel veel voor acrylverf. Maar ik vind olieverf toch wel het mooiste. Nou, ik vind hortensia vind ik een mooie bloem. En zo kwam ik op idee om een keer een hortensia te schilderen met zo'n pot. En nou, is het ook heel aardig gelukt, toevallig. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Ja. De bladeren die zien er echt uit. Ja. Ja, dat is een hele mooie. Waarom? Omdat je daar veel dikker op kunt zetten. En het zit een beetje meer glans op. Kijk, olieverf en als je op waterbasis hebt, dan kun je het niet zo dik opzetten, want dan gaat scheuren. Ja. En olieverf niet. Ja. En daar zit me in. Dan kan ik het wel eens doen, ja, als ik in één stuk bezig ben. En ja, en dat kan niet zo goed uitkomen. Dan laat ik het even een paar weken weg en dan begin ik ergens anders aan. En dan op het duur pak ik het weer terug en dan gaat het weer. Nou zie ik hier deze nog liggen. Ja. Dat is weer ander haar. Wat is dat? Dat is eekhoornhaar. Daar kun je letters mee zetten. Ja, die stammen mijn zoon. En als er iemand komt en die vindt dat mooi, dan kan je voor een klein prijsje hebben. Dus dat is een goede tip voor de komende tijd. Dankjewel, Toon, voor jouw uitleg. Ja, graag gedaan.